Het is druk bij de voedselbank in Delft. Niet alleen met het maken van voedselpakketten voor de Delftenaar, maar ook met voedselbanken van omliggende gemeenten. Ze lopen hier de deur plat om voedsel te halen voor hun cliënten, want de voorraden raken op. Delft heeft nog een voorraadje, omdat het heel goed heeft geanticipeerd op wat er nog komen gaat en wat er aan de hand is. Maar hoe hebben ze dat gedaan? Het belangrijkste is toch dat je constant inzet op een goede relatie met je leveranciers. Maar ook inzamelingen organiseert. We hebben ook veel financiële middelen van iedereen gekregen, zeker in coronatijd. Zodat we ook in staat zijn dat als we producten missen, dat we die kunnen kopen. Dat wordt ook vaak gevraagd, waar hebben jullie behoefte aan? En alles bij elkaar levert dan toch weer een goed pakket op en ook voorraad, want ja, je moet natuurlijk ook verder kijken. Dus deze week is het goed, maar het moet volgende week en volgende maand en het liefst volgend jaar ook goed blijven. Voedselbank Delft had zich dus goed voorbereid op een explosie van cliëntenaanmeldingen tijdens de eerste corona-uitbraak. Dat is vreemd genoeg een beetje achterwege gebleven. Wij denken dat dat komt ook door de maatregelen die de overheid heeft getroffen met allerlei financiële regels, tegemoetkomingen. We zien nu wel een stijging. We hebben de afgelopen periode 6-7% meer mensen. En we verwachten ook dat het nog gaat stijgen. We hebben twee scenario's uitgewerkt. Eentje met een stijging van 25% en eentje van 50%. Want dat heeft natuurlijk gevolgen voor je organisatie. Natuurlijk voor je producten, voor je aanvoer. Maar ook voor je mensen en voor je logistiek. Ik denk dat wij als Delft wel gesteld staan als het werkelijk explodeert. En niemand weet of dat gebeurt, dat moeten we gewoon afwachten. Dat we dan in ieder geval gesteld staan ervoor. En ik heb er alle vertrouwen in dat we dat aankunnen, ja, zeker. Toch zijn er nog veel meer mensen die in armoede leven en recht hebben op een pakket van de voedselbank, maar die om de een of andere reden nog niet in beeld zijn. Daarvoor is het project Op de Radar in het leven geroepen. We hebben nu deze week een brief gemaakt voor al onze cliënten met de vraag van: kennen jullie mensen die eventueel in jullie omgeving nog gebruik zouden willen maken van, of kunnen maken van de voedselbank, maar dat op heden nog niet doen. Dat is één van de acties, maar we gaan er nog meer doen. Dus we gaan nog meer de boer op. We gaan kijken van kunnen we de hulporganisaties nog een keer benaderen. Omdat we er toch zijn. En dit is voor iedereen. We maken geen verschil. Maar om zoveel mensen te kunnen helpen en de voorraden goed op peil te houden, is er aan alle kanten hulp nodig. En daar helpt de Hofkerk in Delft graag aan mee. Ja, zet hem op de krat om tafel neer. Krijg hem te vleeg. Dank u wel. Ik hou hier een inzameling voor de Voedselbank Delft. Wij hebben hier in de kerk elke maand een inzameling. Maar vanwege corona komt natuurlijk een heleboel mensen niet meer. Daarom hebben we besloten om elke keer hier te gaan staan. Dat de voedselbank minder aanvoer gaat krijgen. Omdat hoop supermarkten gaan hun producten die tegen datum is, tegen een goedkope prijs verkopen. Wat daar weer slecht is voor de voedselbank, want die krijgt weer minder aanvoer daarmee. En op deze manier hopen wij de cliënten van de voedselbank te kunnen helpen. Tijdens de actie blijkt dat heel veel mensen met alle liefde spullen komen brengen. En ik zit nu op bovenverwachting, heb ik al 10 volle krachten staan. Ik heb zelf ook in bij de voedselbank gelopen, 5 jaar lang. En je hebt een heel groot probleem als alleenstaande moeder en ook gezinnen eigenlijk. Als de kindjes luisjes krijgen na de vakantie. Ik kon het niet betalen. Dus ik heb er 2 flessen luisspul bij gedaan voor de kindjes. En een houdbaar en iets lekkers voor Sinterklaasavond. Een pakje koffie, dan kunnen ze het een beetje gezellig maken thuis. Dat ik even iets extra's wou doen, omdat koffie daar voordeliger was bij Albert Heijn. Mag ik misschien niet zeggen, Albert Heijn. Op 16 december is er weer een actie bij de Hofkerk in Delft om extra voedsel in te zamelen voor de voedselbank. Omroep Delft doet mee. Komt u ook?